Het leven in Tuindorp Oostzaan gaat niet over rozen en kost handenvol geld. De rovinkjes zijn nu eenmaal big spenders. We hebben niks meer. Wat moeten we dan nu? 4 dagen niet eten, ga je doet. Dan moet je er een bijbaantje bij gaan nemen. Een bijbaantje? Scheer die staart, hoor! Scheer die staart! Ga dan echt over je nek, Dave? Ja. Maar Dries is en blijft de ultieme positivo. De buurtborrel is geslaagd. We kennen nu heel veel mensen en die kunnen we ook een beetje op rekenen in de toekomst. Als we nog eens wat nodig hebben, iets lenen of... Ja, moet je wel iets terug doen, hè? Nou, dat maakt er niet uit. Misschien is er een leuke buurvrouw bij. Moet eens even goed kijken nog. En Dave heeft een confronterende ontmoeting. Ons zoon is doodgereden door een vrouw met drank op. Ja, ik heb even geen cent te makken. Sta hier met lege zakken, maar ik ben tevreden met mijn leven. Nee, ik heb even geen cent te makken. Toch maar een biertje pakken, want de vrienden zijn me niet vergeten. De rovinkjes leven nu al een tijdje in de bijstand en dat beginnen ze te merken. Die kleine dingen die altijd zo vanzelfsprekend zijn, slaan nu opeens een gat in de begroting. En als je geen geld hebt voor het beste van het beste, zit je met iedere tegenslag flink in de nesten. Dat is dus het probleem, hè? Honoria die stapt om 6 uur vanmorgen uit bed. Ze draaide zich om, ze wou eruit stappen en toen hoorde ik bam. En toen riep ze van, ik wil hier weg. Hij is door het bed heen gezakt, nee. De douche is stuk en de vaatwasser is stuk. Maar ik ga het maken. Hoe kan dat nou? Maak wel of hij daar smaller is. Ja. Voor elkaar. Zijn we blut, hè? Koppie. Ja, als je dit allemaal gaat te maken, heb je helemaal niks meer natuurlijk. Hier moet echt iemand bij komen. Het is ijskoud of bloedheid. Zou een loodgieter kosten dan? Kost gewoon 200 hoor. Woont er hier een loodgieter in de buurt? Meld u zich graag bij de rovinkjes. Even schoon schip. Ja, of nog slimmer. Wij leggen alles hier in een sopje. En dan komt Honoria, ja, dan kan die het afwassen. Zij doet graag dat soort dingen, hè? Dus dan maak je er alleen maar vrolijk mee. Is dat zo? We doen net alsof het netjes is hier. De mannen zijn duidelijk toe aan een uitdaging. Jongens, ik heb weer post. Dat kan wel weer eens een mooie opdracht zijn. Nee. Ik heb nou al een hekel aan die brief, weet je. Beste familie Roving. Daar gaan we. Bij een nieuw huis horen natuurlijk ook nieuwe buren. Ja. Organiseer daarom deze week een leuke welkomstborrel. Perfect om iedereen te leren kennen. Succes. Dat vind ik nou niet zo verkeerd. Alleen, hoe komen we aan drank en hapjes dan? Vragen we of ze dat zelf meenemen? Ja, dat kan je toch niet maken. Wie weet wat voor lekkere wijn ze meenemen. Ja, hè? Hey, jongens, ik word wel die avonden. Ik ben al gisteren voor het eerst in de afgelopen 20 jaar om 9 uur naar bed gegaan. Nou, ben je uitgerust? Ja, uitgerust. Ik zou wel even een tv willen. Nou zitten er toevallig nog 9 tientjes in het inrichtingsbudget. Dus dat wordt shoppen. Ik denk dat we van 90 euro ook wel gewoon een nieuwe tv kunnen halen. Ja, moet wel. Die kringloopwinkels hebben die shit allemaal niet. Nee. Ja, Donnie heeft blijkbaar een goed oog voor scherpe deals. Hij spot de ideale winkel. Nou wijs je wat aan. Nou ben je een keer goed bezig. Jij bent echt bijstand gefocust nu, hè? Ja. Zet aan de kant die auto. Used products. Dat klinkt als muziek in de oren. Dries gaat even een openstaande rekening vereffenen bij de buurvrouw. Hallo. Hey, daar buurvrouw, daar ben ik weer. Hallo. Ik kom even de geleende spulletjes terugbrengen. Nou, wat lief van je. Dag buurman. Hoi, buurman. Ja. Ik heb iets van jullie geleend. Nou moet ik een wederdienst doen. Oké. Ik zou het fijn vinden als u zou gaan afwassen voor me. Ja. Op het handje afwassen? Op het handje. Doen we. Mooi strikkie. Oh jongen, staat je geweldig. Hey, Dries, ik zou zeggen, doe je best. Jongen, jongen, ben ik nou in balans, zeg. Sta ik hier als koninklijke zanger. Sta ik hier de afwas bij de buren te doen. Omdat ik een schroevendraaier geleend heb. Volgende keer laat ik dat lenen lekker Don en Dave doen. Dan ben ik hier ook af. Ja, Dries, die boys van je pakken alleen de leuke klusjes. Ze hebben een knap tv'tje gefixt. Een enorme prestatie die natuurlijk beloond moet worden. Het oude brood van thuis, dat gaat echt niet meer. Dus de mannen gaan naar huis met een lekker kippetje. Daar hebben we de gebroeders.
Hoe is het? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou altijd mijn hart vast als jullie weg zijn geweest met z'n tweeën. Ah, die ziet er niet verkeerd uit, jongens. Oh. Ja. Oké, jongen. Ik heb alleen, zeg ik meteen erbij, geen afstandsbediening, want die moest ik extra bijkopen. €70 voor de televisie. Haha. Ik heb het idee dat er weer iets niet klopt hier. Ik mis €10. We hebben kip gehaald ook. We hebben nog over voor jullie. Kip gehaald? Maar wat voor kip? Ja, gewoon kippendijen. En hoeveel heb je er nog mee? Twee. Twee? Voor ons iedereen. Echt, dat vond ik hier niet meer doen, jongens. Want nou hebben we weer een ander probleem. Dat moet opbetaald worden. Wat hebben we een ander probleem? Ja, hoe heb jij vanochtend gedoucht? Met een emmer water. Ja, denk je dat ik iedere dag met een emmer water wil douchen of zo? Hoe moet ik mijn haar in godsnaam wassen? Ik ben bij de buurman geweest. En die heeft me een nummer gegeven. Van een loodgieter. En omdat jij op de technische school gezeten hebt... Ja, doe je, pa. Mag jij die man even bellen? Dan zit je morgenochtend weer met die douche. Dave heeft vandaag een belangrijke afspraak. Het is vannacht flink uit de hand gelopen. Hij zat met veel te veel alcohol op achter het stuur. Hoi, hoi. Gerard, Dave, hallo. Ja. Ja, ik heb iets ongelooflijk stoms gedaan. Ik heb er enorm veel spijt van. Daar zitten we. En waarom zitten we hier? Wij zitten hier omdat ik onder invloed heb gereden. Ja. Ja, deze cursus wil ik eigenlijk doen omdat ik mezelf nog bewuster wil maken van wat je jezelf kan aandoen, maar ook wat je een ander kan aandoen. Weet je hoeveel je mag drinken? 2 biertjes. Ja. Heb je enig idee wat voor effect het op jou heeft, je hersenen zeg maar, als je meer dan dat, aanzienlijk meer dan ja, dat je rechtsvermogen verandert? Ja, die wordt verdoofd. Ja, je gaat ook de bochten veel ruimer nemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wat misschien wel het allerbelangrijkste is, dat je het gevoel hebt dat je makkelijk de situatie aan kan. Je kan makkelijk ja, auto rijden. Zeker. En die zelfoverschatting, want in feite overschat je jezelf daarmee enorm, die neemt toe naarmate je meer alcohol drinkt. Nou ja, als je met zo'n psycholoog aan het praten bent, dan zie je eigenlijk pas echt wat een risico je neemt. Je hebt 17 keer zoveel kans om bij een redelijk ernstig ongeluk betrokken te raken. Dat is pittig. Ja, na het gesprek ben ik even in de simulator gaan zitten. En dan zie je dus eigenlijk met een nuchtere kijk hoe je dronken rijdt. Ja, dat is zo'n bizar verschil. Je kan bijna niet meer naar de zijkanten kijken, zeg maar. Je bent echt gefocust ja, op wat voor je gebeurt. Ja. Ik voel ook wel dat alles langzamer gaat, zeg maar. En dat heb je eigenlijk niet echt door als je dronken rijdt. Maar de echte confrontatie moet nog komen. Want geen enkele simulatie haalt het bij de keiharde werkelijkheid. Dave heeft vandaag een gesprek met Caroline en Fred. Hoi, hoi. Hoi. Dave. Ik ben Caroline. Hoi, hoi. Dag Dave. Ik ben Fred. Hoi, goeiedag. Zo. Fijn je toch? Fijn je ja. toch? Ja, wederzijds. Wederzijds. Ja. De reden is natuurlijk minder, maar... De reden is wat minder? Ja, onze zoon is doodgereden door een vrouw met drank op. Die is gaan spookrijden. Ja, en volgens mij, ik zit nu naar de foto kijken, volgens mij heb ik u... Zoon nog wel eens in de stad gezien. Kan dat, zou heel dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat zou heel een heel goed bekend kunnen. Gezicht voor mij. Ja, dat klopt. Hij was net zo oud als jij nu. Jij bent ook 24? Zeker. Ja. Wat was zijn naam ook? Dennis. Dennis, ja. Dennis van Meteren. Ja, dat is hem. Ja, ook een big smile. Hield van het leven. Mooi boy altijd, ja, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik heb hem gekend. Ja, oh, dat is wel bizar. Dat is wel heel toevallig. Op die manier een kind verliezen, dat is echt cru. Ja, dat is want natuurlijk hoeft, niet voor te stellen. Maar... Het hoeft niet, weet je. Het is zo onnodig. Dat is eigenlijk... Kijk, als je kind ziek is of zo, maar op zo'n manier is gewoon niet nodig. Ik had nog even om 1 uur met hem geappt. Hij zei, mam, ik ben om 2 uur klaar met werken. Hij begeleidde een evenement in Enschede. Dus hij was onderweg van Enschede naar zijn huis. Dus hij wilde zo snel mogelijk natuurlijk naar huis. En dan heb je, ja, dan komt er ineens een spookrijder op je pad. En die vrouw die woont in het Gooi. Dus die A1 is bekend voor haar. Dus hoe ver moet je dan heen zijn om dan op een bekende weg te gaan spookrijden? En dat is dus wat drank met je doet. We waren in het buitenland op dat moment. Dus als er dan op de deur geklopt wordt om 5:30, hè? 5:30? Ja, 6:30. Er waren vrienden van ons. En die zeggen dan op dat moment, Dennis is dood.
Ja, dan moet je eens weten wat dat... wat er dan gebeurt. Dat is niet voor te stellen. We hadden wel een hele prachtige begrafenis. En gelukkig is de spookrijdster veroordeeld. Dus dat vond... Die heeft het overleefd? Die heeft het overleefd. Ze heeft wel blijvend letsel, maar ze heeft het wel overleefd. Kun je met jezelf leven? Dat is ook, weet je. Het is niet alleen wat het met ons doet, maar als je dat zoiets aanricht, hoe moet je verder dan? Hoe moet je je leven in godsnaam oppakken? Ja, dat was ook meteen het eerste waar ik aan dacht nadat ik de volgende ochtend wakker werd. Ik denk, stel dat dit je overkomt, om het zo te zeggen. Ja. Ik zou niet meer weten hoe ik dan met mezelf zou moeten leven. En weet je, je denkt allemaal, dat overkomt mij niet. Echt moeilijk. Ja, ik zit er niet om je te veroordelen wat dan ook. Maar ik denk dat je heel goed moet realiseren wat je kan aanrichten met drank op. Ja. Ja? Ja, ik ben in ieder geval heel blij dat jullie de moeite nemen om hierheen voor mij te komen. Ja. Dit is wel iets... Al is het inderdaad maar één iemand die kan overtuigen van, weet je, dat je echt, als je weer eens een keer, je zal best wel weer een borreltje nemen, dat je even aan Dennis denkt. Ja, ik denk dat er heel wat moet gebeuren, wil ik je het nog een keer doen. Ik hou je erom. Ja. Hierbij mijn belofte. Ja. Ja, wat ik het meest meeneem is eigenlijk de blikken van de ouders van Dennis, hoe ze over hem praten. En, ja, je ziet gewoon nog steeds het leed na de jaren. En ik weet even niet wat ik moet zeggen. Donnie heeft het Roelvinkrijk even helemaal alleen. Iedereen is de deur uit. Hij is vandaag de man van de klusjes. Zoals wachten op de loodgieter. Een loodzware taak die hij uiterst serieus neemt. Yo. Goeiedag, Floris. Hi. Donnie, kom erin. We hebben de douche dus boven. Iedereen is van huis. Ja. En die gaat kokend heet. Of ijskoud. Let niet op de troep. Ik weet niet, waar zal dat dan liggen dan? Thermostaat. Wat een hard ding, joh. Ja, wij zijn hier ook. We hebben het zo gekregen. We hadden het ook anders liever gewild. Ja, dat snap ik. Een nieuwe thermostaat kost ongeveer 120 euro. En als je hem maakt? Dan ben ik op uurtarief. Dus dan zou ik zomaar binnen een paar tientjes klaar kunnen zijn. Ik hoop het heel erg dat je hem kan maken. Ja. Met nog maar 90 euro voor de hele week gaat deze reparatie sowieso ten koste van het boodschappenbudget. Ik ga gewoon het makkelijk maken, hoor. Ik heb geen zin in moeilijke gedoe allemaal. Gelukt? Helemaal. Meen je niet? Ja, echt waar. Maar je kon hem maken of moest hij... Ik heb echt dit keer echt serieus geluk gehad. Nou, wij met z'n allen. Ja, jullie met z'n allen, ja. Nee, hij is te maken. We hebben wel twee vuilfiltertjes moeten vervangen. Ja. Ja, en we hebben natuurlijk al gewerkt eraan een uurtje. €73,20. Ja. Heb je wel weer zo'n geld voor, hoor. Dan kan je geen foutje geven, helaas. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk wel. Als je 17 tientjes geeft, ben ik een blij man. Hey, krijg ik toch nog mijn korting. Hey, gozer, hartstikke bedankt voor de hulp. Ik laat je er even uit. Dankjewel. Ja, €70 voor de loodgieter. We hebben nog maar 90, dus dat betekent nog maar 20 hebben om eten te halen. Dus dat is krap. Ja, dat wordt wandelen naar de supermarkt en spotgoedkoop koken voor de hele familie. Niet te doen dit. Ja, ik voel me wel echt heel erg opgesloten hier. Ik wil natuurlijk wel even lekker de deur uit naar mijn vrienden. Mijn eigen auto pakken en heen gaan waar ik wil. Ja, die vrijheid mis je wel. Ja. En ik sterf van de honger. Ik eet denk ik 3-4 keer per dag. En nou moet ik wachten tot het avondeten. Wat ik ook nog eens met z'n vieren moet gaan delen. Hey man, zou ik één haringje van je mogen? Ja, tuurlijk. Een visje als beloning is wel op zijn plaats. De rest bekijkt het maar. Ik kan me vrij weinig schelen wat ze ervan vinden. Ik heb een heel stuk gelopen, dus die haring die kon er ook nog wel vanaf. En ik heb voor iedereen boodschappen gedaan. Ik heb zoveel honger nu in dit huis, dat is niet normaal. Ik begin bijna aan Dave te kluiven. Dag familie. Hallo. Wat zien jullie eruit? Jongen. In die vieze oude bak. Stik naar natte hond. Hoe zou het met Donnie zijn gegaan? Wat is er van die loodgieter terechtgekomen? Zal ik eens kijken of je het doet? Ja. €73. Dat is veel, hè? Dat is veel, ja, voor nu. Is... Ik had hier het geld in voor de hele week. Ja. En ik heb hier het geld ingestopt voor de hele maand. Ja. Dus dat pak ik dan iedere keer vanaf voor de hele... Oh, wacht even. Ja. Dus we lopen achter de feiten aan nu. Nou, we hebben gewoon helemaal niks meer nu. Voor deze week niet? Nee. Doet hij het, Dave? Ja. Ja? Waar is Donnie? Waar is hij gebleven? Heb je de benen genomen? Ja. Ah, u bent een loodgieter? Komt u maar binnen even. Wie zou geweest? Met je 49,50 van manuren. Ja, doe je. Zijn ze met z'n zessen geweest? Als jullie denken dat ik ook nog ga koken... Ja? Nou, dan gaat iemand me mooi meehelpen. Ik ben helemaal naar de Dirk gelopen. Nee. Ja. Echt waar?
Oh, dat is een eind. Is een je wel een tas vol. 20 euro had ik nog maar. Ik zou het mooi stellen, we hebben nog 20 euro. Tot en met zondag. Nee, want dat heeft hij nu opgemaakt. Die is op. We hebben niks meer. Wat moeten we dan nu? 4 dagen niet eten, ga je het doen. Dan moet je er een bijbaantje bij gaan nemen. Een bijbaantje? Ja, we moeten toch iets aan geld te hebben, jongens. Hoe moeten we morgenavond eten dan? Ja, maar ik weet niet hoe we nog zuinig kunnen doen, want ik heb al de hele dag honger. Ik heb al de hele dag honger. Ja, ik zweer het je. Het ziet er donker uit, maar net op dat moment krijgen de Roelvinken bezoek van de oude chauffeur van Dries. Hey, Kunte! God, Jezus! Dat vind ik mooi. Hoe is het dan? Dat jij ons komt opzoeken in al onze ellende. Ja, Kunte, hoe is het, schat? Johnny. Hoe vind je het? Wat leuk, hè? Nou, en hoe hebben jullie het? Zwaar, geen geld meer. Ik heb geld. Ja, maar we mogen niks aannemen. We moeten overleven. Maar ik ben blij dat je ons even op komt zoeken. Maar hoe lang hou je vol, denk je? Ja, een maand, hè? Dave, geef hem een rondleiding. Geef hem een rondleiding. Kom, rondleiding, want anders gaat het fout. Ik moet zo weg. Ja, luister, dat gaat toch niet. Daarom komt Kunte mij halen. Ga je weer weg? Hoe laat ben je thuis? Kunte moet met me mee. Ik ben om 1 uur thuis. Waar ligt de boom? Ik, hè? En Donnie beneden? Donnie ligt beneden. Oh. Gezellig kamertje zo. Mijn gevangenis is luxe gewoon. Ik weet het. Hier lig ik. Honoria is vannacht hier door het bed gezakt. En nu, omdat ik nou met jou meega naar een optreden, moet ik een overhemdje pakken. Heb ik er een? Ja, ja. De jongste zoon wordt helemaal uitgebuit hier. Ik heb gisteren gekookt. Ik help je wel. Op jou heb ik ook niks te klagen, maar die twee jongens daar ook. Dat weet je toch? Dat zijn toch twee prinsen op een echt? Heb je al meelijden met ons of niet? Wat een drama. Oh, wat een drama. Jezus. Dries, we moeten weg. Succes. Hallo. Waar gaan we naartoe? Venlo. Oh, dat is makkelijk. Makkelijk? Ja, 220 kilometer, maar lachen we nog om. Donnie kan even helemaal nergens meer om lachen. Dit is toch geen leven? Ja, dan sta je daar te koken en dat heb ik dus sowieso al heel lang niet gedaan. Normaal gesproken eet ik met mijn vrienden buiten de deur of ik zie wel wat ik doe met eten. Maar ja, vanavond is er ook natuurlijk niks te doen, want je moet koken en ja, ga je maar naar bed, want je kan niks doen, je hebt geen geld. En in bed valt ook al niks te beleven. Maar Honoria heeft een idee. Ze komen natuurlijk zelf niet van die bank af, dus heb ik maar besloten om eens even rond te gaan bellen. En hier in de buurt zit een boer, dus daar kunnen ze eens even naartoe en eens even kijken of ze daar wat geld bij kunnen gaan verdienen met z'n tweeën. Smakelijk. Smakelijk, hoor. Ietsje, jongens. Eten en vroeg naar bed. Zoveel nachtrust. De Roelvinkjes zijn het gewoon niet gewend. Maar blijkbaar slaat het wel aan, want het snurken gaat wel heel lang door. Donnie is als eerste beneden en dat had hij beter niet kunnen doen, want Dries ligt nog en Dave is met geen stok uit zijn stapelbed te slaan. Dus moet hij zelf proberen koffie te zetten. Ik denk gewoon 5 van het water erin. Dat betekent 5 koppen koffie, 5 scheppen. Kijk die Donnie, die zet voor de allereerste keer in zijn leven koffie. Ben je aan het afwassen? Ja. Honoria doet het tegenwoordig niet meer, heb ik gemerkt. Ja, maar die ging om 6 uur weg vanmorgen, hè? Oh, is ze weg? Moet ik nu even mijn radiocolm gaan maken, want het is al bijna zover. Oh ja. En gaan we daarna even een beetje trainen? Ja. Ja, wat me toch tegenvalt is dat je, als je weinig geld hebt, dat je gewoon niet even naar de sportschool elke dag kan. En dat is toch wel iets wat ik heel erg mis. Een Roelvink die niet traint bestaat niet. De mannen bouwen gewoon hun eigen buitengym. Ja, wie arm is, moet creatief zijn. Een paar stoelen neergezet voor de triceps. En Dave had een heel goed idee om een paar vuilniszakken vol met water te gooien. En dat kon je dan weer als halter gebruiken. Ja, we hadden wel een geinig rondje uitgezet. En zo worden alle spiergroepen toch nog lekker aangepakt. Water, bakstenen, alles is bruikbaar. En het mooie is, je hoeft er niet eens naartoe met de taxi. Oh. Dat gebrul trekt al snel de aandacht. Maar kijken is niet gratis. Gelukkig zijn de buurtkinderen hun gewicht in goud waard. Ga erop zitten. Ja. 1. Voorover. Ja. Zo. 2. 3. Kom op daar. Jij ook! 7. Even een paar squats om het af te toppen. Zo blijf je pas gratis fit. 10. Hoppakee. Hey. Hup. Makkelijk. Toppie. Lekker hoor. De spieren staan op knappen en dat komt goed uit, want de boys mogen vandaag aanvullen wat ze zelf hebben opgemaakt. Honoria heeft geen rode cent meer voor deze week, dus er moet flink bijgeklust worden. Wat saai dan. Ja, een bijbaantje, dat is niet... Heb jij wat voor bijbaantje heb jij vroeger gehad?
Lekker dit. Gelukkig heeft Honoria iets geregeld met boer John. Kom er maar in, jongens. Hey, goeiedag, jongens. Goedemiddag. Goeiedag, John. John. Leuk jullie te zien, jongens. Hey, overland. Goeiedag. We moeten gelijk beginnen. Ja, direct. Ik ga jullie even op het werk zetten. Er is net een kalf geboren, die moeten we even een hokje doen. Ik moet even leuk een naam bedenken, voor die, want daar blijft die, dat kalfje. Die gaat naar de slager? Nee, hij gaat in de slager. Het wordt een stier. En die gaat al die 400 koeien straks dekken. Zo, noem hem dan maar John Travolta of zo. Ja, of Dave zou ook nog een goede naam zijn. Maar ja, misschien is één dolle stier met die naam wel genoeg. Kom maar jongens, kun je hem tillen? Hij is net geboren, hij staat net. Don, pak op dat beest. Met z'n tweeën, ieder aan de kant. En die moeder die geeft me een doodskop straks. Nee, die moeder kijkt misschien een lieve lieve koe. Maar hij is nog helemaal zeiknat ook. Kom maar. Pak dat kalf. En jij ook. Ja, en dan in de kruiwagen zetten. Hop, die kruiwagen in. Wil die achterhond op, die kalf erin. Oh. Zo, heel goed. Kijk, dit wordt zijn collega. Deze doet niks anders dan 400 vrouwen verwennen de hele dag. Oh, lekker hoor. Zo. En dat gaat hij ook doen. Dat lijkt mij wel in mijn vrijgezellen tijd. Hey. Zoiets? Ja. Ja, keurig. Hé, hey, Jim! Dat kalf, ja. Laat hem niet kletteren. Ja, de achterhond. Hey. Erin. Loop jij erin, ja. Dave. Kom maar. Ja, zo weer braaf. Zit helemaal onder het kutvocht. Hoe gaan we nou noemen? Jongetje toch? Hij wordt oud, hij wordt een jaar of 10 oud. Wordt dus een kalf die 400 vrouwen per dag moet aan gaan bereiden. Moet een bijpassende naam hebben. Dries. Dries. Ja, ja, ik kom eraan. Kom, we gaan staarten knippen. Staarten knippen? Nee hoor. Ja, echt. Staarten scheren. Staarten scheren? Ja. Oh. Ik dacht ze staart eraf knippen. Nee, scheren. Dat haar dat maakt de spenen van de koeien smeren. Dus dat willen we er graag afhalen. Maar dan moet je wel rust doen, want anders kan je niet schoppen. Je mag ook naar je eigen haar nog even doen. Zo. Oh, we hoorden dat niet aan zijn staart. Ik dacht, ja, het is gewoon een topje eraf. Hé. Hey. Zo, je staat nog even te staan. Eet de psycho. Damme. Maf. Keurig, jongens. Keurig. Kijk, hier, Don. Pak dat stront. Hey, ga je weg van dat stront aan. Gewoon rustig, er gebeurt niks. Op een gegeven moment, weet je, als je voelt van hij trekt terug, dat je denkt van, oh, misschien vindt hij het niet leuk. Denk je dat je als iemand aan mij slurf trekt en ik trek terug, dan moet er dus ook gewoon van afblijven. Als je dan door blijft trekken, ga ik happen. Ja, ik dacht dat die koe hetzelfde ging doen. Dus... Geen die staart, Don. Geen die staart. Het was eerst het gezicht gewoon, dat die straal met zeiker uitkwam. Links stond er een te schijten. Ook die staart. En toen kwam een soort walm in mijn strot. Ja, toen kon ik niet meer. Echt over je nek, Dave? Ja. Dave, je moet al een heleboel dingen winnen. Ja, een leven op de boerderij, dan ga ik doodgaan. Nee, een leven op de boerderij is ook niet voor mij weggelegd. We gaan even een glaasje melk drinken. Het lijkt wel een metlaboratorium hier. Jongens, hij. En dat is vers, hè. Dat is echt. Dat is één nadeel als je hier aan begonnen bent. Kom er nooit meer vanaf. Dit is vanmorgen aan de koeien gehaald. Nou, oké, zet aan. Oh! Hier drinken wij alle dagen 3 liter van op. Boren vol met omega 3 en omega 6. Vitamine D. Het is net soft ijs. Als je net 5 minuten daarvoor tussen de stront en de zeik hebt gestaan... Het blijft toch in je hoofd zitten, zeg maar, als je het drinkt. Maar het is heel lekker, man. Zeker. Geef mij maar gewoon een pakje uit de supermarkt. Voor. Pak het eruit. Hou dat ding op. Lang, lul. Hou dat ding op. Hou dat ding op. Hou die kan. Hé, Dave, is goed zo. Hou maar. Wel opdrinken, hè? Ja, tuurlijk. Dan ga je gelijk meteen morgen fitter voelen. Dan denk je, nou, hoe is het toch mogelijk? John, mag je bedanken, vriend. Moest je graag gedaan, hè? Dat is top. Kijk, zelfs. Hier, voor jullie. Kleine haartje. Hey. Bedankt, hè. Hartstikke bedankt, John. Jongens, het was me aangenaam. 50 euro weer, hoor. John. Hey, bedankt, hè. Kassa. Ja, de kassa van het pompstation. Want die 5 tientjes verdwijnen direct in de benzinetank van het Roelvink-voertuig. Ja, het kost allemaal wat, mensen, maar zo blijf je wel lekker mobiel. Een plek die toch niet echt bekend staat om zijn muggen, maar dat gaat bij deze veranderen. Ja, de muggen vind ik wel een probleem. En Dave en Don, die kan me niet voorstellen, maar die gaan gewoon liggen en die denken, nou, ik zie het wel. En ik ben altijd degene, voordat ik ga slapen, ben ik al aan het kijken, licht even aan. Dries is er 's nachts maar wat druk mee. Ik vind het een heel naar gehoor. Ik heb ook wel eens geprobeerd, dus dan lig je stil, hè, en dan krijg je dit. Dan denk je dus dat je hem hebt, zodra het stil wordt. Nou ja, dan doe ik toch die licht aan. En dan geef ik hem een map.
En dan zie je dus een bloeddruppel op de muur. En dan denk ik, van wie was dat bloed? Was dat van mij? Of heb je net hier ergens in de buurt? En dan word ik angstig. Dan denk ik, zie je, die muggen kan je heel ziek van worden. Uit naam van de volksgezondheid en zijn nachtrust gaat Dries toch maar even richting winkelcentrum. Hey man, weet je wat ik nou zoek? Vertel. Een klamboe. Oh, heb ik. Nee. 100%. Jij gaat me dat goed maken. Goal. Kijk, dit is een toppertje. Twee persoons. Nou, zit je op 39,50. Hoe dat? Jeetje. In je budget? Ja, moet elk dubbeltje binnenkant omdraaien. Ja. Ja. Drie tientjes, kom je daarmee uit? Staat. Dat doe ik. Ik hoop dat mevrouw niet boos wordt, maar dat doe ik. Vind je maar naar mij. Ik zou liever iets minder eten als ik maar wel die klamboe heb. Dat als ik in bed stap, dat ik gewoon het licht uit kan doen. En even die paar uurtjes, ja, rust heb. Alles. Ik heb er één. Een klamboe. Een klamboe. €40? Heb je dat ervoor betaald? Nee. Heb ik een tientje korting gekregen. €30. €30 betaald. Heel veel. Ja, je weet hoe ik ermee zit met die muggen. Ja, dit had je echt nodig. Ik functioneer niet meer. Ik kom niet tot mijn nachtrust. Ja, ik weet hoe je ermee zit. We komen er wel door. Maar we zien het door de vingers. Mijn zegen heb je, pa. Ja, je moet elkaar wel wat gunnen. En als je iets leent, moet je iets terugdoen. Dat is ook zo'n gouden effen geen centen makken regel. Hey, vriend. Hallo, was je alles dit? Goed? Lekker. Ja, met jou ook. Ja, ik kom mijn ziel reinigen. Je ziel reinigen? Ja, ik heb voor jou een stofje geleend. Heb je een klusje voor me? Ja, ik heb een hele fijne barbecue nog voor je staan. Echt waar? Ja. Oh, dan ga ik die voor je opknappen. Ja? Waar staat die? Kijk, die kan wel een lapje gebruiken, geloof ik. Hè? Zo, kijk, je hebt nog wat voor me overgelaten ook. Vlees is vlees, Dave. En voor deze pittige uitdaging kan je ieder stukje extra energie wel gebruiken. Nou, top. Fantastisch. Wat dacht u ervan, Buf? Ik vind hem helemaal mooi. Goed, hè? Heb je misschien nog een klusje? Want ik wil weer iets van je lenen. We moeten de klamboe ophangen. Ja? En ik heb een spijker en een hamer nodig. Heb je de steen gezien, hoe die eruit ziet? Zie je altijd onkruid? Oh. Kleren, ja. Okay. Als ik dan ergens heel goed in ben, is het wel in kutklusjes. Gaat hij lekker, oude schoffelaar? De ratten springen eruit. Een tyfusdag. Dave, die klim ook. Die klim ook niet. Laat die gewoon wat hij is. Die is van de buren. Ik dacht echt dat u mijn lievelingsbuurvrouw zou worden, maar het wordt echt steeds minder het gevoel. Hè? Ja. Zoiets, Buf? Fantastisch. Dan kun je in ieder geval weer even een tijdje vooruit, toch? Dat dacht ik ook. Heb je al eten voor vanavond? Nee. Het is niet veel, maar het is toch lekker. Lekker sla. Ja, ik heb hem. Ik heb filet. Je bent een wereldwijf. Ga je een knuffel geven? Nou, dat mag. Dank je wel, schat. Doei, doei. Hey, schooiers. Ja, ja. Ik heb voor je gestreden. Ja. Ik heb het hele pad onkruidvrij gemaakt. Je hebt ons eigenlijk in de problemen gebracht met je klamboe, met je €30. Ja, je weet. Maar de buurvrouw vond dat ik zo goed werk had geleverd. Hé! Hey. Sla. Gescoord. En een zootje kip. Een kilo kip, ga. Geweldig. Dus we hoeven vanavond niet druk te maken om eten. Ik ben er blij mee. €30. Hoop geld. Ja. Maar dan heb je wel een meer fittere Dries. De Roelvinken zijn dit budgetavontuur aangegaan om zich in te zetten voor de stichting Kinderen van de Voedselbank. Zij geven kinderen in de bijstand 2 keer per jaar een verrassingspakket met nieuwe spullen. En vandaag zijn Donnie en Dave aan de beurt om er eentje uit te delen. Hallo. Hallo. Zo, flink pakket. Ik kan het pakket brengen, voor het gezin. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Is goed, nou ik ga hem afgeven. Is goed, heel veel succes. Hartstikke bedankt, hè. De boys gaan dit pakket afleveren bij Michel en zijn 3 kids, Kimberly, Bjorn en Amber. Michel is een alleenstaande vader, die moet rondkomen van €40 in de week. Dave. Goeiedag. Alles goed? Goedemorgen, lekkers, lekkers. Dag lieverd, alles goed? Ja. Kom er nog mee, hè? Nee, dat is alles, hoor. Hé, hey, jongens. Hey. Zo, hoe gaat het ermee vandaag? Jullie zijn gewoon broer en zus allemaal van elkaar, ja, toch? Ja. En je woont hier met je vader? Ja. Hey, wij hebben gehoord dat jullie het niet heel erg breed hebben. Nee. En daarvoor zijn wij hier namens de kinderen van de voedselbank. We hebben een pakket voor jullie meegenomen en die ga ik gewoon lekker meteen naar jullie geven. Ja. Kijk, power.
Ja, dat vind ik helemaal top. Dat vind ik echt helemaal te gek. Weet je, voor hun vind ik het echt dat ze een keertje wat krijgen, weet je, wat leuks. En, ik kan niet zelf zo'n hele doos, weet je, dus dat vind ik helemaal top. Dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Ik ben helemaal blij voor hun ook. Ze zijn helemaal stil van geworden, joh. Ja, snap ik wel, hoor. Ja, een make-up set. Is je verwenddag vandaag, Amber? Bjorn, wat is nou je favoriet? Het horloge, toch? Horloge? Ja. Het hele huis staat vol. Gelijk. Ja. Was het een verrassing voor jullie? Ja. Ja? Ik hoop dat jullie weer eventjes vooruit komen. Het is allemaal lekker nieuw en fris. Ja. Ik ben er echt wel blij mee. Hartstikke bedankt. Wij gaan deze maand ons best doen om het nog uitgebreider en leuker voor de kinderen te maken. Ja. En we zien dat het hard nodig is, dus... Ja. Ik hoop dat ze er in ieder geval blij mee zijn. Ze zijn er zeker blij mee. Ze zijn nou een beetje rustig. Ja, dat snap ik ook. Jullie hebben vandaag dan een verwinddagje, om het zo te zeggen. Maar van hoeveel moet jij het eigenlijk doen in de week met je kinderen? Het is... Het verschil is 40, 50 euro in de week. In de week, dan moet je het met z'n allen van doen. Ja, dan moeten we het met z'n allen van doen. Je kan niet, zeg maar, wat me dan wel af en toe, als we de vragen van mag ik dit of mag ik dat, weet je wel. Ja, dan doet het me af en toe wel pijn dat ik kan zeggen. Ja, dat lijkt me moeilijk. Heb ik even niet, ja. Weet je wel. Maar voor de rest, ja, kun je wel rondkomen met... Dat lukt dus, normaal. Jawel, jawel. We zijn wel gelukkig. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil kippen, kan dat? Ja, 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 ja. Kom maar even mee. Kijk, hij dan. Hij heeft een heel kippenhok gebouwd. Als het goed is, dan... Oh, je haalt ze op je eieren ook eruit. Ja, 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 ja. Die mag jij eruit halen. Die mag je meenemen. Meenemen? Dijs. Heb je zelf al eieren dan? Ja. Heb je genoeg? Ja, die mag je meenemen. Dat vind ik heel aardig van je. Kijk eens. Fantastisch, zeg, hé. En wij hebben van de week een buurtborrel. Als je zin hebt, kom gezellig langs. Gaan we doen. Ja. Een barcootje klaar voor me. Dus... Sowieso. Het gaat helemaal goed, pap. Helemaal goed. High five. Gaat ben. High five. Yes. Schat. Vriend, ik zie je later, hè? Doe een fijne dag nog, hè? Doei, lieverd. Hartstikke bedankt. Doei, man. Doei, doei. Donnie rijdt Dave meteen door naar een optreden, terwijl Dries en Honoria zich voorbereiden op de buurtborrel die van Dries niet meer mag kosten dan 25 euro. Zal een feestje worden, zeg. Ze kijken wel mijn fietsje alleen. Hoi. Wij zien hier zo'n mooie bakfiets staan. Mag ik die lenen van je, Roosje? Ik ga het even vragen. Heb jij wel eens op zo'n bakfiets gereden? Nee. Ik ook niet. Het lijkt me ook beter dat jij daar dan op rijdt. Oh, kijk nou. Oh jee. Hoe oud is die? Hij is een half jaar. Hey, ik heb maar nou nog een fiets. Sleutels. Ja. Ik zou denk ik deze even kunnen proberen. Ja. Bedankt, hè. Wacht even. Ik hoop dat we ze heel terugbrengen. Ik moet eerst vaart maken. En dan moet je er heel... Wow! Succes! Dat is nog niet te doen met zo'n bakfiets. Ah, God. Jij doet het goed, hoor. Conditie van een zeekoe heb ik. Ja, en dan krijgen we nu nog de klim. Oh, kolletje van de eerste categorie. Je moet er hier af. Ja. Wow, wow. Dat is toch niet te doen, het gefiets? Daar heb je wel de bier in de reclame, Dries. Kijk, een sixpack, €2,60. Heb je 8 blikjes. Kaas is duur, hè? Deze zijn maar 85 cent. Hapjes en drankjes uitzoeken. Ja, gelukkiger kun je Dries niet krijgen. Vind je de maat? Kom, Vink, doe normaal. Nee, maar Haagse leverworst. Ja, maar ze liggen goedkoper. Kijk, daar liggen er ook van 60 cent. Ja, kijk, 1,10, dat is een lange worst. Pak je die toch? Klaar. Oké, okay. Naar de kassa. Yes. Nou? Nou, jij kan echt niet rekenen. Wat had ik gezegd ook weer? 25 euro had jij gezegd. 37 euro, 80 cent. Klopt dat wel? Ja. Dankjewel. Maar ja, uiteindelijk toch 37 euro. Dus je zit 12 euro boven je budget weer, hè? Nee, het was geen goedkoop weekje. Maar alle boodschappen zijn binnen en de bonnen compleet. Dat is mooi, want dan kan Honoria meteen aan de slag met het kasboek. Want iedere cent moet worden verantwoord. Twee keer boodschappen, dan Donnie had een haringje gegeten. En dan de loodgieter. We hadden deze week nog €690,37. De klamboe was 30. En dan hebben we net de boodschappen van de buurtborrel. Zit je nou op? Ga ik tellen. Zitten we nu op €497,93. Dan zit je nog aardig goed op schema, weet je dat? En dan moet je er nog bij rekenen dat je €100 had onvoorziene kosten. Die klamboe en die loodgieter. Ik vind dat wij dat helemaal niet zo slecht doen. Volgens mij doen we het inderdaad niet slecht. Nee. Zeg dat maar niet tegen Dave en Don, anders worden ze weer wat ruimer in de... Nee, we gaan helemaal niets zeggen. Niet lullen, maar poetsen dus. Want alles moet netjes voor het buurtfeest. Zo, Dries, ik stop je even goed in. Nee, niet met die doek, die schone doek. Wat niet dan? Met die doek, die in het emmer ligt. Die kan je gebruiken. Meen je niet? Ja,
kan je gewoon gebruiken. Nou, dan wacht moet ik het doen? Dan wacht ik tot jij het gedaan hebt. Dan neem ik deze stoel. Is het nou toch voor een lul de behanger? God, je kan toch wel eventjes gewoon... Het doekje, dat is gewoon een beetje smoeselijk water. Dat kan je gewoon gebruiken, hoor. Wat is hier dan? Dat is echt gek. De hele familie is gek hier. Kaas uit het vuistje en een plakje worst. Het Hollandse recept voor ieder feestje. Of je nou stinkend rijk bent of borrelt in de bijstand. Zit die bloemen er ook bij? Dan ziet het er nog een beetje leuk uit. De mooie bloemen. Zijn het echte bloemen? Nee. Dat zie je toch. We zijn over 300 jaar nog niet dood. Moeten we het wel droog houden, hoor. Ja. Het lijkt heel wat, hè, als je het zo neerzet. Buurtjes, kom gezellig zitten. Hallo. Hi. Hoi. Hi, hoi. Hi. Hoi. Oh, dankjewel. Lief van je. Gewoon drank kun je beter bij mij inleveren. Ja, oh, wat lief van je. Dankjewel. Dat is lief, dankjewel. Ik stond echt van Dries te kijken, want Dries is niet zo... ik wil niet zeggen sociaal, maar Dries kijkt altijd een beetje de kat uit de boom. Maar dit ging eigenlijk heel goed, hè? Ja, ik moet me van mijn beste kant laten zien. Nou, ik ben er heel culinair bezig geweest net. We voelden het een beetje, Dries, hier. Ja, echt. We vinden het heerlijk. PC Hoofdstraat is druk. Ja, ja, ja. Ook 's morgens vroeg al leveranciers. En we worden hier wakker en denken we elke morgen. Wat een rust. Heerlijk, wat een rust. Het zijn ontzettend leuke, lieve mensen. Ja. En dat komt ook omdat we eigenlijk in de PC eigenlijk niet echt contact ook hebben met de buren of zo. Dus, ja, totaal geen contact. Wat hoor ik nou? Wat krijgen we nou? Kijk eens wat een buren heb ik. Hey. Ja, ja, ik kom. Ik kom eraan. Als een magneet. Trek je hem aan. Goeiedag. Hoi. Hallo. Mooi spulletje heb jij bij je, zeg. Ja, daarom. Oh. Jezus. Dat wordt veel te veel. Ja, dat kan ik helemaal niet meer zien. De hele buurt is uitgelopen. Zo, lieve mensen, lieve buren. Hartelijk welkom op onze welkomparty eigenlijk hier in Tuindorp Ozaan. Ik vind het fantastisch dat jullie in zo grote getalen, ondanks de bewolking, heerlijk bij ons in de tuin komen zitten. Het is voor ons nog een beetje wennen, maar na een paar dagen voelden wij ons hier al redelijk thuis. Allemaal lieve mensen, jullie hebben allemaal heerlijk wat meegenomen. De buurtborrel is geopend! Ja, ja, ik kom eraan. Ik ben meteen op weg gegaan. Het voelt alsof de roelvinkjes hier al jaren wonen. En als het aan de beurt ligt, mogen ze nog wel heel wat jaartjes blijven. Moeder is de hele week al opgewonden. Ze glijdt helemaal van die stoel af. Lekker zo'n dochter. Ik zat ook al tegen mijn buurtjes te appen. Ik zeg, mijn buurman. Ik zeg, Dries. Ik vind het heel leuk dat ze, dat ze nu in de buurt wonen. Gezellig. Ja, ik vond het geslaagd. Ja, ja, super. Ze mogen blijven wonen hier ook. Met z'n allen. Oh, wat een plaatje van een vlaag. Het is dat het zijn eigen huis is, anders had Dries de tent afgebroken. De buurtborrel is geslaagd. Ongelooflijk wat er ontstond. Het was toch heerlijk om te doen. We kennen nu heel veel mensen. En die kunnen we ook een beetje op rekenen in de toekomst. Als we nog eens wat nodig hebben, iets lenen of altijd makkelijk. Ja, moet je wel iets terug doen, hè? Nou, dat maakt er niet uit. Misschien zit er een leuke buurvrouw bij. Eens even goed kijken nog. Moet je dit nou eens proberen voor elkaar te krijgen in de PC? Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef. Dat je zegt, we geven een borrel voor de deur. Kijken wie er komt. En dan moet je eens proberen in de Polonaise te krijgen. Nee. Dat gaat je nooit lukken. Leef, alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan en ga. Wij hebben de buurtbewoners leren kennen. En de buurt heeft ons leren kennen. Het ijs is gebroken. We gaan ervoor. Pak alles wat je kan en leef. Volgende week wordt oma betrokken in een gokschandaal. We gaan zo, als je het gezellig vindt, met z'n drietjes even naar het casino. Casino? We gaan alles wat we hebben, gaan we op rood zetten. Nee. En dan hopen te verdubbelen. Anders sterven je van honger. Wat gaat het worden? Eten in overvloed of een lege maag? Tot volgende week.